geef me geld, kut. Aanstaande zaterdag komen studenten samen op het Museumplein voor het compensatieprotest. Het leenstelsel is afgeschaft, maar de studenten met schuld maken zich zorgen. Eigenlijk alle studenten die tussen 2015 en straks 2024 hebben gestudeerd, hebben een leenstelsel, een schuldenstelsel. En dat betekent dat al deze studenten waar ze eerder een basisbeurs hadden kunnen krijgen, eigenlijk al geld om te studeren vanuit de overheid, nu tienduizenden euro schuld oplopen. Zo'n schuld heeft de nodige gevolgen. Mensen zijn enorm in de stress, werken zich helemaal kapot. De studenten werken gemiddeld 56 uur per week. 56. Het beïnvloedt op heel veel levels je leven, terwijl je eigenlijk ook gewoon leuk student moet kunnen zijn en ook wat zorgelozer gewoon je studie af moet kunnen ronden. De overheid wil de studenten tegemoetkomen met zo'n 1000 euro korting op de schuld. Maar dat is volgens de studenten te weinig. Daarom schilderen deze studenten vrijdag vast protestborden om hun ongenoegen te uiten. 2000 euro op een studieschuld van heel veel. Ja, ik ben er niet tevreden over. Het voelt een beetje alsof wij het kind zijn van de rekening. Daarom heb ik dat op mijn bord gezet. Hoe is het om het kind van de rekening te zijn? Ja, stressvol. Ik denk dat het niet nodig is dat wij financieel opdraaien voor een fout die de overheid heeft gemaakt. Ook Kevin de Vries, voorzitter van de JOVD, de dochterpartij van de VVD, heeft een flinke studieschuld. We zitten nu rond de 10.000, 20.000 ongeveer, iets in die trant. Toch staat hij zaterdag niet op het Museumplein. Wij als JOVD zijn nog steeds voor het leenstelsel. Wij willen graag dat de beloofde investeringen in het hoger onderwijs, wat er nu gewoon echt oprecht niet gekomen is, dat doorgevoerd wordt, zodat het onderwijs verbeterd wordt op deze manier. Wat we zien, en ik kan ook zelf zeggen in mijn ervaring uit de medezeggenschap in de universiteit, is dat er heel weinig van dat geld echt efficiënt wordt gebruikt. Onderfinanciering van onderwijs, hoger onderwijs, is een heel groot probleem. Maar om het dan van de studenten af te pakken is niet de oplossing.